Zalland Sport, nabeschouwing. Goedemiddag, Christian. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. Ja, vanmiddag die mini-IJssel-derby, zoals we het ook wel eens noemen. Het werd uiteindelijk 3-1 voor Weijen 92. Weijen kwam al gauw op voorsprong. Was dat uiteindelijk de bottleneck in deze wedstrijd, Christian? Nee, dat vond ik niet. We waren in de eerste 20 minuten best wel dominant, ook aan de bal. En Weijen kreeg dan wel een snelle doelpunt, zeg maar, uit de penalty. Maar daarna hebben wij een mega kans om de 1-1 te maken. 5-1 voor tijd. En zij maken daarna uit de counter de 2-0. Ja, en dan wordt het wel spannend. Maar toch niet dat we daarna nog... Nou ja, we hebben daarna nog niet veel weggegeven. We geven eigenlijk 2 kansen weg. Ja. De eerste helft, ja. En na de rust gaan we nog weer doorstoten. Zij maken alleen een prachtige goal. Vanaf de zijlijn maken zij de 3-1. Ja, we hebben het ook niet gezien. Jij hebt het zien gebeuren. Wij hoorden het alleen maar, want het was live in de uitzending. Maar was dat zo'n soort van zondagsschot op het doel? Ja, dat was dus echt wel een zondagsschot. Ja, vanaf de zijlijn. En de jongen die neemt die bal in één keer. Hij neemt hem aan en hij schiet hem in één keer vanaf de zijlijn zo over onze keeper heen. Mm-hmm. Ja, wat niemand verwacht. Ja, en dan is het 3-0. Nou dan is de wedstrijd redelijk gespeeld. Maar toch vlak daarna scoren jullie gelijk de 3-1. Ja, we maken eruit de corner, koppen we de bal erin. En ik moet zeggen, we hebben gewoon 5 of 6 opgelegde kansen vandaag gehad. Mm-hmm. Maar de bal gaat er gewoon niet in. Ja, en dan wordt het wel lastig. Ja. Maar wij normaal wel de ballen erin schieten. De laatste 4 weken lukt dat juist niet. Mm-hmm. Ja, dan wordt het wel lastig, ja. Als je dan 3-0 achter staat, dan maken we de 3-1 en we gaan wel forceren. Ook om de ene, om zeg, met de ene been te spelen. Tuurlijk. Maar ja, en dan proberen we nog steeds meer te forceren. En, maar helaas, doe je niets. Nee, nou goed, het is wel gewoon heel jammer. Want het zijn altijd leuke wedstrijden natuurlijk onderling die jullie met elkaar uitvechten. En uiteindelijk het blijft altijd leuk om weer voor een jaartje weer te winnen van elkaar. Maar volgens mij wonnen jullie toch de vorige keer? Ja, wij hebben de thuiswedstrijd met 2-1 gewonnen. Ja, precies. En nu 3-1 voor Weijen. Nou ja, heb je het een beetje gelijk verdeeld. Jullie hadden trouwens een hele jonge keeper in de goal. Hoe kwam dat zo? Nou, wij missen al een aantal weken, sowieso missen we Paul, onze keeper al. Die missen we al, denk ik wel 5-6 wedstrijden. Dus Jamie staat nu voor 19 te keeper en die doet het gewoon naar behoren. Mm-hmm. Maar we hebben gewoon een aantal blessures. Voor mij was het vlak voor net na de winterstop had ik bijna tegen BVV 8 basisspelers geblesseerd. En die komen er langzaam weer wat terug, dus daar ben ik wel blij mee. Maar dus vandaar dat we een andere keeper er hebben staan. Ja, maar toch heel moedig, want die jongen is volgens mij nog maar 17 jaar, toch? Ja, 17 jaar, eerstejaars. Ja, onder 19-1 en hij keept gewoon goed. Dus, heel knap. Want, alleen maar complimenten voor die jongen. Staat er ook gewoon. Vanaf de wedstrijd dat hij wist dat hij moest keepen, staat hij er ook gewoon. Mm-hmm. Dus die heeft veel dat daar behoor in. We hebben begrepen van de verslaggever zeg maar, dat hij een paar hele mooie moedige reddingen had. Dus heel knap hoor, dat je zo'n jongen in zo'n wedstrijd al gewoon heel mooi ziet keepen. Zijn jullie nou inmiddels helemaal veilig, Christian? Nee, wij zijn er nu vandaag moeten wij nakompetitie gaan spelen deze wedstrijd. Want Trias heeft gewonnen. En anders zouden wij volgende week tegen Trias moeten uitmaken. Maar het gaat dus zo groot naar de nummer 9 nu dat wij zijn veroordeeld tot de nakompetitie. Mm-hmm, precies, dus het seizoen duurt nog even iets langer voor jullie dan je misschien van tevoren had gepland. Zie je er tegenop of zie je dat als een uitdaging? Ja, ik zie het als een uitdaging. Kijk, wij hebben gewoon een goede ploeg, we kunnen goed voetballen. En dat moeten we ook gewoon weer laten zien. Nou, kijk eens anders. Dan hebben we daar ook alle vertrouwen in, Christian. Bedankt dat je zo snel naar de wedstrijd even aan de lijn wilde komen. Want aan de lijn hangt nu achter jou, jouw collega John Beijen. En ik wil jou bedanken, Christian. En heel veel succes weer volgende week. Helemaal goed. Okay. Dank jullie wel weer voor een fijne uitzending. Dag. En als het goed is, John Beijen, de winnende trainer van Weijen 92. Gefeliciteerd. Hoi. Gefeliciteerd John met de 3-1 overwinning. Dankjewel. Ja, hoe kijk jij terug naar de wedstrijd? Wat rommelig, wat spanning erop kwam, omdat wij al veilig waren. En uiteindelijk, weet je, een stukje ideaal score verloopt. Weet je, 1-0, 2-0 voor, 3-0 voor. Wel wat spel te trekken van overwetering. Mm-hmm. Maar uiteindelijk vond ik het wel. Het had ook nog 1-4-1-5 kunnen zijn, denk ik. Als we die kanten gewoon goed uitspelen. Ja. Dus, maar ik vond het niet een beste derby. Dat vond ik niet. Nee, kwam het dan een beetje door de temperaturen op het veld? Zeg maar, want het was best warm op de voetballen, denk ik. Of einde van het seizoen? Is daar een reden voor? Nee, ja, geen idee. Want we waren natuurlijk alle ingrediënten aanwezig voor ons om vrij uit te voetballen. Mm-hmm. Maar een derby geeft altijd wat spanning. Dus.
Maar uiteindelijk is 3-1 winst op overwetering is een prima uitslag. Dus ja. Nee, trots op die jongens. En je had natuurlijk wat goed te maken. Want je hebt in de uitwedstrijd tegen overwetering heb je met 2-1 verloren. Nu neem je gezonde revanche. Ik begreep van de verslaggever Anton Kleinersgaas dat de 3-0 een fantastisch mooi doelpunt was. Maar het werd ook weer een beetje overschaduwd door een heel klein opstootje. Ja, dat is een beetje de spanning, denk ik, ook bij overwetering. Kijk, zouden onze spelers ook vooraf wat geplaagd met wat beelden van de vorige derby. Mm-hmm. Het is een beetje uitdelen en incasseren, zeg ik altijd maar. Dus iemand zei van, joh, veel plezier volgend jaar in de vierde klasse. Mm-hmm. Ja, weet je, dat is de gezonde spanning. Dan moet je als tegenstander gewoon zeggen, moet je om lachen. En dan moet je verder niet te veel aandacht aan besteden. Want dus, moet je niet groter maken dan het is. Nee, dat is ook zo. Is ook zo. Kun je nog even omschrijven hoe dat doelpunt viel? Dat doelpunt van Niels Ruiter. Ja, er komt een bal van achteruit van via onze rechterkant in een diepe loopactie. En Niels, ja, die staat denk ik op 35 meter. En die kijkt over zijn schouder en die ziet de keeper voor zijn goal staan. En die denkt, ik probeer het gewoon. En die leept hem zo over de keeper heen. Dat is echt een wereldgoal. Mm-hmm. Dus Niels is in ieder geval volgende week verzekerd van een basisplaats, begrijp ik. Nou, dat weet ik niet zeggen. Dus, ik moet er een beetje voorzichtig mee zijn. Ja. Maar vandaag hebben alle jongens gespeeld. Dus iedereen staat bijna goed genoeg hier bij het zangetje. Dus, ja, precies. Nou, ik was ook uitgenodigd, maar ik had natuurlijk weer andere dingen te doen. Dat snap je natuurlijk kijk, wel. Kijk. Dus anders was ik daar zeker bij geweest. Maar John, volgende week is de laatste wedstrijd voor jou bij Weijen 92. Hoe ga je daar voorbereiden voor die laatste wedstrijd? Ja, nee, morgen trainen we niet, hè, want anders is de intensiteit wel heel hoog. Dus donderdag trainen we weer en dan zondag proberen we in de MTV kijken of ze een pootje kunnen lichten. Dus we weten dat het ingewikkeld wordt en moeilijk wordt, ja. Maar we gaan er wel voor. Dus gewoon lekker proberen. Dus vrijheid voetballen en kijken wat het oplevert. Oh, ja, dat is tegen de kop lopen dus natuurlijk. Maar hoe groot schat je de kans er nog in dat jullie nog promotie of na-competitie voor promotie kunnen gaan spelen? Nou, dat weet ik niet. Weet je. We zijn natuurlijk afhankelijk. We kunnen allerlei rekenscenario's op loslaten. Je moet gewoon lekker voetballen. Voor mij hebben we een eerste seizoen gehad zo op deze manier. En als er nog een keer een toetje in zit, dan is het ook mooi. We rekenen nergens op, maar we gaan er wel voor. Het klinkt heel gezellig achter jou, John. En ik zou zeggen, ga gauw weer terug naar de meute. Maar daarvoor wil ik jou eerst nog even bedanken voor 3 jaar lange nabeschouwingen hier bij Sanne Sport namens Weijen 92. Als ik je niet weer spreek in de na-competitie, mede namens Nuuk, heel erg bedankt voor jouw bijdrage. Fijne zondag. Heel goed. Hoi, hoi. Dag, John. Hoi, hoi.